Ik start recording. Welkom terug bij deze nieuwe video. Mijn naam is Jack. Hierboven hebben we Jori, hieronder hebben we Ashen. En we gaan gelijk door in Pacify naar deel 2. Dus ja, dat wordt geen dols. Ben ik de host? Wie is de host? Zitten we... Oh, je moet... Iemand is de host. Ja. Oké. Okay. Ik heb nog één fight. Holy shit, ouwe. Mijn longen komen niet meer bij. Here's the place. See if you can find anything worth bringing back to headquarters. Deze wil ik ook terugbrengen, by the way. Waar zijn die kippen? Ik ga niet weer achter die kippen aanrennen. Ja, ik Oké, okay, dus deze zal ik wel uitleggen dan. We zijn hier bij een boerderij. En iemand, ik zeg niet wie, maar iemand is hier bezeten. En... Goedie. Degene die hier bezeten is, die gaan wij vergiftigen. Zodat we hem kunnen ontvoeren. Jullie blijven van die kip af. Wat doet dat ook weer? We moeten een pan pakken. Oh ja, natuurlijk, was de pan. Ik zie jullie achter die kip aanrennen. Ja. Ik ga wat huisjes, jongens. 18. Kunnen we over hier achteringang? Nee. Oké. Okay. Hey joh. Goed. Sterk voor zo'n klein jochie. Dankjewel. Er ramt een hele deur door. Ja. Je hebt zeker jezelf gebruikt als deurram, of niet? Zeker weten. Oké, okay, dus hier moeten we pannen vinden. En sleutels. Wat was dat? Hoe deed je dat? Wat was dat? Weet je het? Hoe deed je dat, ouwe? Dat kan niet. Volgens mij viel de stoel gewoon om. Je weet. Ik kan ook niet meer slaan. Nee. 18 plus! Toch wel. Kip! Jongens, ik schrok me rot. Ik weet niet wat het was, maar... Het was de piano. Jordi sloeg op de piano of zo. Gelijk piano gesloopt. Ja. Oh, ik hoor een snurk hoor. We moeten even een knijptank vinden. Kom, kellen. Waar ben je? In het huis. Je hebt er maar één. Ik ga even de deur opgooien. Nee, ik ga met je mee. Waar ben je? Beneden, boven? Buiten. Buiten, binnen, boven, voor, achter? Buiten als in buiten bij de gifzakken. Jezus, hoe kom je daar zo snel? Door de deur. Hi. Hallo. Wie heeft de kip in zijn handen? Ja, sorry, hij flopt uit mijn zak. Kijk, hoe gaan we met de kip dan? Ja, joh. We hebben even een zakbak ook. Ja, maar ik heb een badje voor de kippen klaar. Kan ik hem daar al in doen? Ja. Nee. Als je eerst gif doet, dan wel. Nee, we hebben hier geen gif. Even. Kippetje. Aan u de eer. Kijk, die zakken gewoon neerleggen daar, hè? Jazeker. Met G zeker. Oké, waar is de kliko? Ersin. Oi. Hoe leg je die zakken neer? Scrollknop indrukken. Oh ja, dat was. De kippen konden we helemaal pas bij de bus neerleggen. Opsluiten. Ja, alvast daar verzamelen. Zullen we alvast kippen gaan mappen? Doe jij je ding, Jordi. Oké. Okay. Hoe drop ik een kip? Scrollknop indrukken. De fuck! Joey. Pak je hem. Oh. Ja. 18 plus.
Spelbewust. Ik wou het net zeggen, maar... Als we weer volgen. Oh. Er is een deur open. Ja, ik hoor het. Van de oude man? Hij is vrij. Daar ben ik niet blij mee. Nou wordt het pas 18 plus. Ik heb hier de deur open. Kan ik kippen vinden? Oh, hi. Met u... Oh, rustig! Oké, jongens. Akelig, de deur is op slot. Hij heeft mijn kip gestolen. It looks like you just weakened the monster. Keep it up. He stole my chicken. Daar hebben we niks aan. Nee, precies. Komt goed. Oh, Jordi, pas op. Rennen, Jordi. Rennen. Vergiftig die kip. Heb je nog gifzakken daar? Nee, maar er zit nog gif in volgens mij. Nee, dit hebben we opgemaakt als het goed is. Nou, er zit gif in op. Ik heb gifkip. Oké, sorry kip. 18 plus, 16 plus. Ik weet niet wanneer het geweld... Oh nee. Jongens, help. Licht uit. Maar wacht naar buiten komen, ik heb een vergiftigde kip. Ja, nou kom naar het huis dan, wij zijn opgesloten. Loop naar hem toe, Jordi. Hij loopt er al naartoe, naar hem. Oké. Maar hij is snel, jongen. Kom. Hij komt ook echt achter mij aan. Oh my god. Je pakt de cap dan. Water. Kip, blijf liggen. Ja, kip. Dompel. Nog kip in? Ik heb kip. Eén kip. Er zit geen kip nog in. Hallo? Boer zoekt vrouw? Boer zoekt kip? Ik hoor hem wel. Hij is boven, hij is buiten. Bent u boven? Bent u buiten? Waar bent u? Ik hoor hem. Oh, daar bent u. Hallo. Hey. Hij heeft mijn... Volgens mij nog steeds een vergiftigde kip. Kan je toch zien? Net boven. Ik zie links onderin zie ik een groene kip. Dan ja, heb dat... je een kip in je handen nog. Oh, daar heeft hij van iemand anders net een kip gegeven. De mijne had hij waarschijnlijk gepakt. Ja, ik heb hem net ook kip gegeven. Ah, oké. Nou, dan ga ik hem weer opzoeken. Als jij snel een kip vangt, dan... Oh, nee, waar? Zo, hij is wel heel deel lustig, hè? Voor kippies. Auwe, hij liet een scheet. Kan iemand... even kijken, ik heb toch gewoon een kip en een gifzakken tegelijk. Oh, ik kan niet slaan. Pak die kip. Oh nee. We zijn klaar. Ja? Hij heeft ons geen één keer aangevallen. Looks like she's done. Nee. Bring her to the van. Look like she's done. Is it a girl? Het is een man. Yeah. She's too heavy to carry. Gaan we hem deliveren? Ja. Ja. Okay. Jordi. Ja. Heb ik kip op mishandelen? Niet waar. Die ogen houden. Good job. Let's get out of here. Let's get out of here. Yeah. We are very excited that you were able to catch her. This is the first time we have encountered this type of spirit. She has been taken over by an entity with an insatiable desire for food. As long as we keep her well fed, she seems happy. Be ready for your next mission. We will contact you soon with the details. Waarom zou je dat überhaupt levend houden? Doe me echt denken aan SCP, weet je wel? Ja. Mm-hmm. Wat moet ik doen, jongens? We gaan stemmen. Oké. Stem Pieschar. Oké. Als ik win, dan gaan we door. Ja. Dan gaan we door. Als jij wint, wordt het een serie die losstaat. Een video die losstaat. Oké. Ja? Ja. Steen. Papier. Oké, wacht, ik doe mijn ogen dicht. Oké. Oké, doe ik het ook wel, ja? Ja, is goed. Oké. Steen, papier, schaar. Jack wint. Oké. Kijkers, ik heb jullie een extra versie opgeleverd. Leave lobby. Invite me! Do it! Dus, Erzin, waar zijn we? Wat doen we?
En wat is ons gevaar? Nou, zoals jullie al zien, we zijn in woods. Hoe kom je in de hechtschaar? Hoe kom je in de hechtschaar? Liggen overal nergens. Liggen overal nergens, liggen daar niks. Volg mij hier, achter je. Nou, waar ik gebleven was, hier niet wel heen? Nee. Waar ik dus gebleven was, we zijn dus in de woods. Mm-hmm. En we moeten dus eigenlijk zelf aan wat we net deden bij deel 1. Een paar video's geleden. Of een video geleden. poppen verbranden. We moesten dus een klein meisje bevrijden van een bezeten demon. Ja. Dus op hetzelfde verhaal, er zie je dus een bezeten witch. En die moet ook bevrijden van een curse. Mm-hmm. hier werkt echt iets anders. Beetje hetzelfde idee als de dolls. Zoals je kan zien, we hebben allemaal rozen hangen die moeten plukken. En dat is onze safety guide. Die beschermt ons voordat wij niet gepakt worden. We moeten dus opofferingen maken door hondenstaarden opofferen, hondenstaarden, haar en curse dolls te vinden. Die moeten we samenvoegen en een opoffering maken. Duidelijk. Even voor de kinderen onder ons. Het zijn demonenhondenstaren, dus het is allemaal goed. Dan mag het. Correct. Het zijn geen lieve puppies. Ik heb al haar gevonden, ik heb de gatesleutel gevonden. Nou, ik heb ook al haar gevonden. Hier ergens moet een sleutel liggen. Ik soms die geluiden, hè? Ja, ik vind het wel fijn. Ik vind het ook wel leuk dat je schaduw ziet. Oké, we gaan de hek openen. Oh, scissor, rennen. Zomaar geluid. Ja. Ik denk dat ik dood ga! Oké. Gewoon rennen. Ja, maar ik liep de trap af naar beneden, hè? Dan kan je niet zo snel rennen omdat je binnen vier muren staat. Oké, hebben we de sleutel voor de deur van de honden? Ja, die ga ik nu openen. Oké. En we hebben ook nog een soort van, okay, ik noem ze maar heel leuk, de bosjesmannen. Kom je nog wel later achter wat er precies inhoudt. Ja. Dat is zalig. En Jack loopt helemaal fout, like always. Ben ik zo'n zwee gewend, Jack? Nou, ik doe tenminste mijn best. Dat weet ik. Dat weet ik, schat. Jij speelt gewoon spellen 500 keer en dan doe je net alsof het je niks meer interesseert. Nou ja. Niet lief. Nee, ik zoek mijn hondenstaar. Ah! Waarom loopt hier een... Oké, dat was de bosjesman. Hey, hondje. Ah! Rustig maar. Die is als een staart kwijt. Oké. Ik heb hier nog één voor je. Jongens, je gaat eerst opoffering maken. Ja, maar dat vind ik niet nice dat je dat doet. Want nee, maar nou loopt de busjesman, loopt dus in het trappenhuis. Oké, ze is boos. Wat moet ik doen? Hoe kan ik het rustig maken? Ik ben echt dom, ik ben echt alles vergeten. Gewoon rennen. Ah! Ah! Wacht je roos af, dus houden we het goed aan gaan. Oké, ik ben gepakt door de bushes, man. Hey, waarom valt die bushesman neer? Jordi, Ersin, wat is er gebeurd? Geen idee. De bushesman viel neer. Oh, er staat hier een geest. Wat houdt het in? De kut, dat is dat mens. Ja. Ja, maar ze staat bij de hoofdingang. Echt lastig om ze te zien. Stilstaan. Waarom stond ze stil? Dat is het. Ze stond bij de deur te wachten van, geef me een knuffel. En de voordeur is op slot. En ik heb een dol vast. En die demonen zitten achter me aan. Voordeur is open. Nee. Het is niet waar, dus niet liegen. Jawel. Dat is open. Gewoon open. Dat is de achterdeur. Oké, ik hoorde. Oké. Jongens, ik hoor heel veel krakkende mensen. Ik heb ook een opoffering gedaan.
Jesse. Jordi. Ja. Oh, die demon loopt hier voor mijn neus. Oké. Jordi, alsjeblieft. Ah, blijf beneden! Blijf beneden met me! Ah, flikker hem erin. Help. Even weten voor de spel te finish. Oké, waarom ben ik het kwijt? Hallo. Oké, hang op. Oké, rennen. Oh, she's mad. Oké. Ik hoor zoveel bush mannen om me heen lopen dat ik het gewoon een beetje spannend vind. Ja, snap ik. Ik hoor alleen maar takken kraken. Ik ook. Oh. Oké, dus dan moeten we weer even een hondenzaadje vinden. Ja. Ik ga weer een opoffering maken. Aan de andere kant. Ik heb ook geen roos meer. Eentje. Was er nou echt geen ene hond die dacht, yo, ik blijf lekker in mijn hok chillen? Oh, je wou er ook al naartoe gaan. Ja. Oh, ja. Kom hier. Knip! Hier nog een. Knip? Ja. Jullie ben je puppy's aan het pesten. Nee, is ook nooit dom. Check out the twig dolls growing in the cemetery. Oké, dan heb ik alleen nog mijn haar nodig. Witcher. Oh, jij bent zo slim. Oh mijn god, wat gebeurt er? Wat zijn die blauwe lichtflitsen overal? Ja, die gaan om Ersin heen. Ersin? Ben je bezeten? Ben je demon? Nee, ik heb beneden als je... Ik had je vanuit vorige keer verteld, maar die video is nooit gekomen, die jammer nog niet werkte. Als je daar beneden bent bij de cemetery, dan zie je dan zo'n drankjes. Ik heb de muziek aangezet en het lijkt dat die heks agressief op die muziek wordt. Ik heb geen licht meer. Is de intro. F drukken. Oh, nou. Hij deed heel even, deed dit niet. Ho. Laat me naar buiten. Ja, alles is op slot hier. Ja. Ik moet opengooien, kom maar aan. Ik hoor gekraken, ik weet niet waar het in banken. Ik ook niet. Hoor jij het ook? Oh. Ja. Help. We moeten ons helpen, Yeah! Yoohoo! Oh nee, de boesboes man, wat doet hij hier? Oh Jordi, hij komt je halen. Wat? Ja, nou sta ik hier met twee boesboes mannen, ja ik ga het echt niet pakken hoor. Nee, snap, ik zou het verwachten als ik jou was. Heb jij? Ik heb ook een doel, ik heb ook een pop. Heb jij een pop, maar ze komen niet achter jou aan? Nee? Ze hebben Jordi gefocust. Gaat niet meer? Nee, we moeten hem nog eruit pakken en dan ophangen. Tot die tijd hunten ze je. Ja? Ja, je moet hem nog oppakken en opspijkeren. Oh, yes! Net op tijd, ze komen niet terug lopen. Ersin? Hey. Ben jij al aan het rennen? Zo, we nu de trap op? Met de pop. Ja. Oh, hoe ren jij langs die lui? Ik ren om het huisje heen tot ze buiten komen en dan ga ik naar binnen. We zijn nu moet best nog wel eens pop, hè? Kijk, ik ben nu in de kelder. Oh, je hebt een pop in je hand? Ja. Oh, ik kan net nog weg aan de kelder. Door. Ik hoor krak! Ik hoor takjes! Schiet op! Ik heb echt heel veel honden waar ik ben. Schiet op! Oké! Blijkbaar niet. Ik had wel een roos. Dacht ik. Dat is handig. Oh, de deur is weer dicht.
Piep. Er loopt een takkenmens in het huis. Oh, Jordi, rennen. Oh. Ja, ik heb toch geen pop. Ik heb er een. Ik ga een pop geven. Oh, er komen echt drie naar je toe, hè? Ik weet het. Ik ben een dikke muis. Daar gaan we. Ah, het had me. Ja, ik heb een roos altijd. Pluk de dag. This is too difficult to remove. Je moet een hegzwaar hebben. Ja, het is een beetje geglitcht dan, want hij laat zien dat ik er één heb. Maar ik weet dat ik hem in de kelder heb laten vallen. Jezus, Jordi, wat doe jij? Ah, man. Wie was dat? Jordi. Auwe, ik hoor Jordi. Woe. En ik hoor die heks. Werd je gepakt of zo? Iemand is een roos kwijt. Ik ook. What the fuck? Ik happerde en heb ik een roos kwijt. Ik heb nooit een roos gehad, laat me zeggen. Oh, ze is weer achter me. Nee! Jordi is dood. Ja, ik moet echt oppassen houden. Ik trapte weer per ongeluk tegen mijn internet aan. Jeez, waar was dat ook? Oh, wacht. Nou, ik kom er zelf achter. Chip. Jezus. I need a rose. Rose is what I need. Hey. Chip. Nee, niet. Ren weg. Fucking! Ren weg. Fucking! Bloedmens, joh! Ah, ze is ook zo snel, hè? Oh, ouwe. Is... Oh, god. Soms, dit mag niet vloeken, maar... Oh, mijn naam is Ersen. Je kan de heks er gewoon uitrennen, hoor. Oh, blijf rennen. Ik heb nooit gezegd dat jij eruit kan rennen. Oh, wie was dat dan nou, hè? Volgens mij was dat als ze gingen hunten. Als die rook kwam, dan kan je wegrennen. Dan moet je wegrennen. Ja, oké, dat zei je. Ik verstond, je kan eruit rennen. Dus ik zit lekker te lopen. Ik denk, la, kan me niks gebeuren. Uitrennen, want het is een speciaal drankje. Wat is dat geluid? Ja, laatste vals. Jongens. Helemaal gek, jongens. Jongens, volgens mij snappen jullie niet in de scenario waar ik mezelf in bevind. Hallo, mijn naam is Jack. Ik loop hier. Nee! Mijn naam is Jack. Ik loop hier zonder roos. Ook zonder heggeschaar. Zonder haar. Zonder hondenstaart, ik loop hier eigenlijk met niks. Ik liep echt serieus qua stappen, echt nog twee stappen van de roos af en ze pakt me. Ja, dat had ik net ook. Zo vervelend. Ik schrik telkens weer helemaal het Laplace. Nee, ze heeft net mijn roos afgepakt. Ze schreeuwt ook. Zo. Ja, ik zit ook echt te dicht bij mijn scherm. Ik ben mijn roos weer kwijt. Chip. Nou, het scheelt, ik heb mijn eigen schaar nu bij een roos liggen. Ja. Puppy. Ga ik hierheen? Wow, hier zijn veel honden. Ja, ik had het ook dat ik heel veel honden zag. Oké, ik word aangevallen. Oh, dat houdt die disco-lichten in, dat ze mijn roos steelt. Ja. Is dat klaar? Oh, echt? Ja. Nou, moeten we hem nog vinden, denk ik, of niet? Ik heb hem gevonden. Staat beneden. Pak die staart, Jack!
Nee, nee. We zijn klaar, we hoeven geen dierenleed te doen. Als ze ligt beneden? Ja, ja. I am waiting for you to bring the witch to the van. Yeah, I like it. Ja, inleveren. Ik ben erg benieuwd wat hij dit keer gaat zeggen. Deze twee grote guardians hier. Ik kijk ook altijd je aan. Boy, ik zag hem zijn hoofd omdraaien. Echt, maar. Where's andere kant, andere kant. Ja, andere kant, ja. De beste maaltijd. Sorry. Dus gaan we echt hierna die vouwen doen? Ik ben zo bang. Ja, we gaan het waarschijnlijk wel doen. Tuurlijk. Ach, kom op. Nice. You captured the witch. Let's go. Dream team. Dream team. Dream. 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 There she is. Dream. She has to be one of the strongest entities we've ever captured. We've prepared several dolls. Keep her weakened. We are going to need a few more people to keep the headquarters secure. We will contact you when we need you. Oké. Okay. Ja. Yes. Oké, okay, dat was de laatste, hè? Ja. Pacify komt wel binnenkort met nieuwe updates. Jazeker. Kan niet wachten. Voorlopig was dat het wel voor dit. Ik heb voor mijn kijkers kunnen regelen dat we 2 afleveringen en 1 video hebben gedaan. Dus. Ja, Jordi. Had je maar beter moeten wezen in steenpapier schaar. Applaus voor Jack. Yes. Dan hebben mijn kijkers weer meer content. Oké, dus we gaan hem afronden. Dus, bedankt voor het kijken. Mijn naam is Jack. Hierboven me is Jordi. Hieronder me is Ersin. En ja, ik hoop jullie bij de volgende video te zien. Jullie mogen altijd liken of abonneren. En hoop ik jullie bij de volgende video te zien. Mijn naam is Jack en tot de volgende video. Woo!